Mijn naam is Bouke. Ik ben eigenaar van Vlees & Co. Ik verkoop vlees. En ik zeg altijd, begin ik elke presentatie mee als ik die voor mijn eigen bedrijf geef. Ik vind dat mensen minder vlees moeten eten. Dat vind ik ook. Dat is misschien dom, want dan gaat mijn eigen handel eraan. Maar dat geeft niet. Want ik meen dat echt. Ik ben voor een duurzame wereld. En dat is ook een van de redenen dat ik 2017 met 6 andere ondernemers Flavorfood gestart ben. We zijn dus nog een jonkie als het gaat over de korte keten als in Flavorfood, maar in de korte keten zelf loop ik al langer mee. En dat, ja, we hebben allemaal dezelfde doelstelling in die, als 7 ondernemers, inmiddels met 80 boeren en uiteindelijk 120 leden. Dus er zijn ook scholen aangesloten, alle gemeentes in de Flevopolder, dat zijn er en ook een aantal, die zijn allemaal aangesloten. Floriade, niet te vergeten, een belangrijk evenement wat we zometeen volgend jaar gaan krijgen in de gelederen van Almere. Daar zijn we mee bezig met onder andere eiwittransitie en hele belangrijke sojaboontjes, veldbonen om daar dingen mee te gaan doen. Die kan je fermenteren. Ik heb net met jou gesproken. Je gaf een hartstikke goed idee. Dan gaan we niet jatten, maar we gaan er wel in samenwerken. Want ik vind namelijk het allerhoogste goed wat je kan doen is samenwerken. En dat doe ik heel, nou, dat doen we al een jaar of 4, denk ik, Mark. Al heel lang. En daar ben ik heel blij mee, omdat je alleen door samenwerking verder komt. Alleen ga je misschien harder, maar je gaat wel verder komen met z'n allen. En daar geloof ik echt in. En met mij ook onze boeren. Dus dat is heel fijn. Wat hebben wij in Flevoland te bieden? Als je daar doorheen rijdt, dan, ja, de meeste mensen kennen het eigenlijk als een soort van hutspotprovincie. Weet je, ze hebben aardappels, ze hebben uien, ze hebben peen. Dat hebben we inderdaad, maar ja, kijk eens wat voor peen. We hebben hier een paarse peen met een wit hart. Deze is super lekker. Weet je, pak straks een mes, snij het aan, ga het lekker proeven. Want ze zijn echt, alle wortelen die hier liggen, hebben allemaal weer een ander smaakpalet. En dat is zo mooi. En dat is de basis voor die sappen. Bieten, hetzelfde, de mooie chogia bieten. Als je een biet ziet, dan denk je ook, ja, jasses, weet je, mijn vrouw die lust geen bieten. Maar als ik deze pof in de oven, met een beetje zout, een beetje oregano, dan lusten ze in ene wel. Maar ja, wie niet? Het laatste wat ik even wil zeggen over Flevofood is, je kent ons van de aardappelen, de uien en de wortelen. Maar er is veel meer. We hebben tweeënhalf jaar geleden een onderzoek gedaan. Onder onze 120 boeren die wij kennen. Inmiddels zijn er dus, wat ik zeg, 80 aangesloten. Maar er is een rijkdom aan producten wat al die mensen hebben. Van safraan tot en met sojaboontjes, weet je, de edamameboontjes die je gewoon bij de Japaner eet. Lokale quinoa. Die jongens hebben ermee gekookt. Ik vraag van, wat vind je ervan? Hey, eerlijk, zeggen ze, te gek, want er zit een hoger eiwitgehalte in. Dat merk je als je het kookt. Dus het kookt beter. Nou, dat kan je zometeen proeven. Het ligt daar allemaal klaar. Ja, the proof is in the eating of the pudding, zeggen ze wel eens. En dat is ook zo. Dus ja, dat is eigenlijk alles wat ik wil zeggen. Ik hoef je er niet van te overtuigen, want dat hebben die anderen allemaal gedaan. De boodschap is denk ik helder met z'n allen. Eet lokaal. De volumes kunnen gaan groeien. En als die volumes groeien, ja, dan kunnen we een betere wereld creëren. En dat is mijn hoogste missie. Een ander voedselsysteem en een duurzamere wereld. Dus daar wil ik voor staan. Dankjewel. Yes.